Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Ja, en vergeet natuurlijk ook de notificatiebel niet aan te drukken, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou, ik heb hier weer een heel bijzonder mens naast me zitten en zijn naam is Frank Bont. Hij zit hier al te giechelen. Ja, ja, Frank Bont, ja, doet echt fantastische dingen. Hij is van de groep van 0. Energie. Dus hij weet alles van 0. Energie. Nou, ik wil daar natuurlijk alles over weten, want ik weet er nog helemaal niks van. Ja. Dus ja, Frank, hoe ben je nou in de 0. Energie terechtgekomen? Vertel! Eigenlijk heel simpel, denk ik. Je komt hier als ziel op aarde. En dan krijg je allerlei dingen op je pad en dat ga je onderzoeken. Nou, ik kwam jullie dus tegen met, ja, met Ketrut. Mm-hmm. Nou, dat is, daar ben ik ook mee op stap geweest, naar Bosnië. En daar gaan kijken, wat is dat nou weer, wie zijn dat? En wat zag ik dan de verbazing, dat jullie waren, treden op als waarzeggers, zeg maar. Nou, ik dacht, kom, laat ik dan ook mijn bol meenemen. Hè? Dus dit is de Tesla-bol. Dus mijn interesse is in naar de Tesla. Wat is Tesla, wie deed dat? En dat is al een dikke 20 jaar terug, denk ik. En op een gegeven moment ben ik begonnen met een groep mensen, dat is dan in de groep. Mm-hmm. Dus we praten allemaal dezelfde taal, zeg maar. Mm-hmm. Vertrouwen elkaar. En dan ga je de patenten van Tesla namaken. Want Tesla kon gewoon schone, vrije energie genereren. Ja, met zijn vinding. Nou, ik ben er ondertussen ook achter dat het verhaal waar we in zitten. Ik zie dus duidelijk, ik ben hier op aarde, mm-hmm, en ik speel mijn spel. Mm-hmm. Ik speel mijn spel in de speeltuin van dat leven. Mm-hmm. Nou, ondertussen ben ik er toch ook wel van overtuigd dat er een creator is, een spelleider, mm-hmm, God. En ik krijg de laatste tijd steeds meer mensen op mijn pad die mij puzzelstukjes aanbieden. Die zeggen, oké, als je dit doet of dat doet, dan gaat het nog beter. Mm-hmm. Dus die patenten die wij dus eigenlijk nagemaakt hebben, die bleken het niet te doen. Hè? Dus we maken mooie dingen, spoelen, mm-hmm, draaidingen, maar ze deden het net niet. Altijd mijn zoektocht, dat het. Nou, daar ben ik al 20 jaar mee bezig al. Wat is dat het? En dan word je ook vaak ontmoedigd en dan zeg je, oké, kan niet. Hè? Dus ik had ook al toch wel veel dat men zei, Frank, geloof je het zelf? Dus dat heb ik heel veel moeten horen. Frank, geloof je het zelf? Oh. En als ik dan weer iets moois had, dan zei hij, ja, gelooft ook alles. Onze lieve Heer heeft alles gemaakt met de intentie dat het goed is. Mm-hmm. Slecht bestaat niet. Nee, perfect. Dus de eerste les die ik geleerd is, slecht bestaat niet. Dus zolang je dus positief blijft, is dat gunstig. Mm-hmm. Ik kom straks wel terug, dat heeft met vortex en zo te maken. Dus alles is in wezen goed of minder goed, mm-hmm, maar slecht bestaan. Mm-hmm. Nou, dat kom je tegen in de teksten, zeg maar. Hè? Je kunt alleen maar iets meten als je weet wat je meet. Mm-hmm. Dus zij zegt dus in wezen, die kennis is er allemaal al, alleen je bent het vergeten. Hè? Mm-hmm. Dus we zijn dus niet in een spel terechtgekomen om weer te herinneren wie je bent. Mm-hmm. Want je weet het al. Mm-hmm. Nou, en dan krijg je allerlei dingen ga je dan doen, je gaat onderzoeken doen en dan nulpunt, want dat is natuurlijk de vraag die bij mij ook stelt. Ja, wat is nulpunt energie? Nou, nu ben ik eigenlijk zover dat ik zeg, ik ben het zelf. He, dus als we zeggen, God bestaat, daar zit ik ook maar even. Nee, ik merk nu, ik ben het zelf. Mm-hmm. Op het moment dat je dat realiseert, dan ga je zien dat je leven gaat ook veranderen. Mm-hmm. Dat wil zeggen, je trekt mensen aan die een goede energie met ze meedragen. Mm-hmm. Dus nou, dat ga je dus verder ook in je huis toepassen. Nou, daar heb ik dus de studie voor een woonbioloog gedaan. Dus een woonbioloog is iemand die gaat naar mensen toe. Dus men heeft problemen en dan de dokter kan dat niet vinden, de specialist kan dat niet vinden. Er komen allemaal mensen en ze kunnen het niet vinden. Mm-hmm. En dan komt de woonbioloog aan en die gaat dan met de legantenne, met de biotensen, met de acupulsen, er zijn diverse hulpmiddelen, hè, om dat dan te duiden. Nou, ik heb toen een opleiding gedaan in België bij, mm-hmm, Walter Kunnen, mm-hmm, waarvan gezegd wordt dat hij zijn kennis bij het Vaticaan vandaan gehaald heeft. Mm-hmm. Want het was een bouwbedrijf die bouwopdrachten bij het Vaticaan heeft gedaan. Dus de man is die kennis die daar
heeft opgedaan, is hij dus zeg maar een workshop van gaan maken. Nou, in die workshops leer je dan met een visualiseringsapparaat, oftewel een legantenne, dat is zo'n latje met twee van die handvatten. Mm-hmm. En dan kun je dus zeg maar in de ruimte, daar waar alle informatie is, kun je gaan meten. Een soort van wiggelroede. Een wiggelroede, een veredelde wiggelroede, want je kon daar ook nog een magneetje die kant of die kant doen. Mm-hmm. En dan kon je dus meten, zeg maar de positieve, mm-hmm. de negatieve. Nou, ja. In mijn verhaal, hè, de bijeenkomsten die ik gedaan heb, een jaar of 12 denk ik, misschien iets langer, ben ik mee gestopt. Want waar wij mee bezig waren, dat is teruggelopen. Mm-hmm. Ja, dus ik noemde dat de weerstand. Maar ik heb ervaren dat zeg maar zo'n 10 jaar geleden al dat het terugliep. Mm-hmm. En ik wijd dat aan mind control. Dus nulpunt energie ben je eigenlijk zelf. Dat is wat je eigenlijk zegt. Dat is eigenlijk, op dit moment zeg ik, ik heb dus nu ervaring, ik ben het zelf. En wat heb ik dus ook ervaren? Dat wij dus materie kunnen bezielen. Ja. Nou, dat is al heel lastig hoor, als je dat zegt tegen mij. Ik beziel de materie, want dat kan dus niet. Nou, mm-hmm. dat is mijn ervaring nu. Mm-hmm. Saskia Bosman is al heel vroeg op mijn pad gekomen. En is al lang terug, heb ik er weer eens opgebeld. Saskia, ik wil toch eens met jou weer eens aan tafel gaan zitten. Gewoon. Nou, zij heeft me toen doen inzien wie ik ben, wat ik doe. Nou, het is dus zo. Frank Bonte is mijn naam. Ik ben nu Frank Bonte van de familie Bonte. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Dat spel doe ik ook mee. Ik ben hier met dit lichaam en daar zitten allemaal cellen in. Dat zijn er een triljoen te zijn. Dus heel veel cellen heb ik. Iedere cel is zijn eigen dingetje, die heeft zijn eigen bewustzijn en die zwemmen allemaal in het water, in mijn lichaam. Ja? Zelfvocht. Mm-hmm. Vandaar dat het ook belangrijk is dat je zelfvocht, de pH-waarde, zeg maar, de juiste pH heeft. Dan, het is net als met een accu van een auto, als de zuurgraad niet goed is, dan is er geen goede geleiding, communicatie. Mm-hmm. Dus dat is belangrijk. Hè? Dus voor mijn gezondheid ga ik dan ook kijken, wat is mijn pH-waarde? Nou, dan kom je meteen bij voeding. Nou, maar de grens van Frank Bonte is mijn huid. Ja, dit is mijn grens. Dus mijn koninkrijkje, waar al die jongetjes zwemmen, dingetjes, die worden begrensd door mijn huid. Als ik in mijn nulpunt zit, als ik dus alles problemen heb opgelost die van buiten komen meestal, of door hier, of door hier, of door hier. Hè, dus we krijgen allerlei signalen van buiten, mm-hmm. informatie noemen wij dat. En daar worden ze daarbinnen niet gelukkig van. Nee. Nou. En nou ja, dan gaan ze hier vechten, toestanden. Dus dan krijg je zeg maar een kankergezwel of zo. He, dus blokkades. Ja. Nou, dus dat is heel belangrijk dat je dat realiseert. Dus ik ben het zelf. He, dus ik heb het zelf in de hand. En dan ga je dus weer verder zoeken. En nou kom ik dus eigenlijk dat je zegt: oké, okay, je kunt dus als ik dus. Dat ben, dan kan ik dat dus ook zeg maar tegenhouden. Hè? Dus nu maak ik dus hulpmiddelen, waarbij je dus gewoon, hè, ik heb een huidje van nek, niet dat ik het nodig heb meer, maar goed, om te laten zien. Ja. Mm-hmm. Gewoon eenvoudig, net zoals de Indianen doen. En toen het begon, het hele spel. Hè, maar wat is het dan? Dat is dus, in dit geval is het koolstof, dat bleek het beste te werken. Okay. En waarom werkt dat? En dat. Dus al die negatieve dingen, die worden eigenlijk hierdoor aangetrokken. Of mm-hmm. komt hier. Ja. En dan is het weg. Oh. Dus heb je last van straling, of heb je last van negatieve gedachten van iemand, kun je hiermee dus zeggen, oké. Okay. Dat koolstof zit natuurlijk ook in Norit. Ja, Norit is toch wat ze ook gebruiken als je vergiftigd bent. Ja, ze weten het ook wel. Ja. Dus dat trekt eigenlijk alle negatieve energie en lage energie uit je. Ja. En koolstof wordt ook gebruikt bij de industrie. Dat heb ik van mijn zwager gehoord. Dat kun je namelijk heel makkelijk programmeren, noemen wij dat informeren. En mm-hmm. met koolstof maken ze dus hele dunne laagjes koolstof. Hè, dat wordt mm-hmm. opgedampt. Mm-hmm. En dan wordt er met een magneet, wat meestal alle. Die worden de juiste richting. Dus alle neuzen worden één richting op. Mm-hmm. Dus je hebt koolstof, zo, allemaal die. Dun laagje, pak je volgende laagje, plak je erop. En die staan allemaal zo. Dus je krijgt dus een opeenstapeling van allerlei laagjes koolstof. Mm-hmm. En het grappige is dan als je daar dus zeg maar een kogel op afstuurt, zeg, mm-hmm. bang, die gaat er niet doorheen. Omdat je dan gebruik maakt van die
andere energie, je lichtenergie. Oké. Okay. Ja? Dus stel dat je daar een kogelvrij vest van maakt, dan ben je gewoon. Ja. Dan kan je dus een kogelvrij vest van maken. Ja. Ja. En, dus koolstofblaadjes over elkaar. Ja. 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 Dus maar eentje zo, is, eentje zo. Het is eigenlijk koolstof is heel makkelijk te programmeren. Wij noemen dat programmeren of informeren. Mm-hmm. Dus wij, en nu, vandaar dat ik dus nu eigenlijk tegen dit zeg van, dit is de bedoeling. Ja. He, en het is wonderlijk, want dan zeg je, ja, dat kan toch niet. He, dus ik maak het gewoon, ik probeer het uit. En dan hoor ik niet wat je gemaakt hebt, maar het, ik kende het, dat ik, het werkt. Mm-hmm. Ja? Dus, okay. Okay. Dat kun je gewoon op internet kopen als je dat zou doen. Je moet het zelf gaan maken, zelf gaan doen. Want het is te kort op de bocht en houtskool, dan werkt het niet. Oh. En hoe maak je het zelf dan? Ik zie het als een ritueel. Dus op het moment dat ik dit ga maken, krijg ik ten eerste al een seintje zo van, oh, vandaag moet ik het doen. Mm-hmm. Nou, dan had ik bij de meiden vragen en dan blijkt de ster zo te staan. Of die, hè, dus het heeft iets te maken met het hele grote gebeuren. Mm-hmm. Dan moet ik het gaan maken. Dan ga ik me, zeg maar, daarop afstemmen. Mm-hmm. En dus ik doe het gewoon op de ouderwetse manier nog, zoals ik het, maar er zijn natuurlijk een hoop manieren. Mm-hmm. Het gaat erom dat je zelf met liefde en intentie. Het beïnvloedt. Ja. Daar gaat het. Het gaat om liefde en intentie. Ja. Liefde en intentie, mm-hmm. en daar gebruiken we koolstof voor. Okay. Vroeger hadden we bijvoorbeeld zout. Hè? Woutjes begonnen met zout en toen heette het Benz niet een Oostriet. Maar zout kon niet zoveel informatie opnemen. Dus uiteindelijk kwamen we dan bij koolstof. En verbenzend en woudje specifiek werd het dus gewoon water. Dus we hebben het steeds veel te ver gezocht. Ja. Dus ik ben nu heel erg met water bezig. Omdat ik gewoon weet dat een auto op water kan lopen. Ja. En met water kun je mensen gewoon helpen. Ja, genezen, healen, heet het eigenlijk. Hè? Ja. Dus, maar je maakt dus niet meer gebruik van de keiharde materie. Mm-hmm. Nee, de materie waar je mee gaat werken, dat is dan zeg maar water. Maar water is eigenlijk een drager. Hè? Ja. Dus daar stop je het in. Ja, zo beïnvloedbaar element. Het meest beïnvloedbaar element. Ja. Ja, want ik heb diverse artsen ook. En dan zeg ik, ja joh, doe het zelf. Want ik hamer er steeds. En doe het zelf, doe het zelf, doe het zelf. Mm-hmm. Want het gaat namelijk om jezelf. Het is gewoon, je moet leren dat je een ziel bent hier. En, dat, en op het moment dat we dus allemaal weten dat wij, dan is het hele probleem, ook met corona, is in één klap opgelost. Ja, ja. En daar, in die fase zitten we nu. Ja. En ja, hoe doe je dat? Ja, we zitten in een systeem wat eigenlijk helemaal verrot is. Mm-hmm. Dus we moeten stoppen met dit systeem. Mm-hmm. Ja, en ja, hoe doe je dat? Ja, er zijn diverse mensen zijn dus ook bezig met je vrijmaken, zeg maar. Hè? Ja. Dus wij weten nu het spel, maar dat is ook heel ingewikkeld. Je maakt jezelf vrij. Dus op het moment dat je zelf vrij bent, zul je merken, dan laat ze maar doen wat ze willen, hè, want het is verschrikkelijk wat er nu gebeurt. Wij zijn nu, denk ik, op de tijdlijn op een punt gekomen dat God heeft gezegd, oké, dit gaat niet goed, ik stop ermee. En daar hebben ze corona voor bedacht. Hè, want corona is, hè, want corona, ja, wat is corona? Ik vind het ontzettend knap dat ze dit bedacht hebben. Hè, ze hebben ons allemaal bang gemaakt. En dan kom je bij de energie van bang. Bang, angst is het tegenovergestelde van liefde. Ja. En heb je weer, dus wij werken weer die lens. We werken met polariteiten, met, dus linksom, rechtsom. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus op het moment dat jij zeg maar die angst weg hebt, dan is die ziekte is ook weg. Want de corona, ze hebben gewoon de virus nog niet gevonden. Want die bestaat niet. Nee. Die virus komt pas omdat ons lichaam door de angst, die gaat een chromosoma maken. Ja. En dan gaat het hele spul gebeuren. Ja, ja. Ik heb dus het geluk gehad dat ik ook met iemand werk die in het ziekenhuis gewerkt heb. Bij de microscoop en dergelijke. Dus wij kunnen nu ook zien wat er gebeurt met dat die bloed. Hè? Dus dan spring ik even weer naar straling, want het heeft een enorme invloed. En woonbioloog is ook vooral veel weer bezig met straling. En dan dus hebben we de proef ook gedaan. Dan neem je één druppeltje bloed. Dat leg je onder een microscoop. Hè? Wij zeggen ook, als je een druppeltje bloed onder een microscoop hebt, dan... Dat heeft contact met elkaar. Mm-hmm. Ja? Nou, dus je kunt onder de microscoop kun je dus zien hoe dat bloed reageert. Nou, dan, ik heb er één keer heb ik het maar gedaan. Want wij willen altijd proefjes dat het zo is. Mm-hmm. Nou, één keer is genoeg. En er zijn er genoeg. Dus op het moment dat ik zeg maar zo'n dektelefoon even 3 minuten aan mijn oor heb gehouden. Druppeltje bloed onder de microscoop. Dan zie je dus dat die cellen, die bloedplaatjes, die zijn helemaal die gaan klonteren. Mm-hmm. Hè? Nou, en hoe noemen ze dat? Geldrolletjes. Mm-hmm. Dus
het is zo, dus op het moment dus, dat je bestraald wordt, dan gaan we weer, hè, komt van buitenaf op je lichaam, zegt dat bloed, dat zie je ook, je zit echt helemaal, dan gaat dat door je lichaam stolen, maar dat zuurstof die niet meeneemt, dat stokt een beetje, dus je krijgt dan problemen in je aderen, en dat zien we dus ook dus weer terug bij de coronatoestand, hè. Het komt eigenlijk allemaal een beetje op hetzelfde neer. Frank is ook uitvinder, hè, lieve mensen. Ah, ja, dat is wel een goeie. Want Frank heeft van alles en nog wat uitgevonden. Frank, wat heb je allemaal uitgevonden? Herontdekt, hè? Nou, herontdekt. Alles bestaat al, het is herontdekken. Nou, ja. Frank is dus herontdekker. Ja. En hij heeft al van alles herontdekt, uitgevonden. Zullen we dat even in de normale taal, dan snappen mensen het. Ja. Maar Frank, wat heb je allemaal gemaakt en herontdekt? Ja, dank je. Nou, ik heb dus diverse dingen meegenomen. En het allerbelangrijkste is dus de nulpuntspoel. Nou, wat is dat? Wat is dat? Dit is een spoel. Die kun je zelf maken. Nogmaals, ik vind zelf maken met intentie waarom je dat wil. Want op het moment dat je dat, dan is er een verbinding met God. Mm-hmm. En dat is eigenlijk, ja, dat is het wel een belangrijk punt in mijn leven geweest. Ik was dus op zoek naar Tesla, hè, de dingen. Mm-hmm. En daar kwam ik op een gegeven moment tegen het project Magnet. Dat is al heel oud, al 30, 40 jaar terug. Mm-hmm. En dat leger had toen een patent geblokkeerd. Mm-hmm. En dus het werd niet openbaar gegeven. En daar konden ze spoelen mee maken. En met die spoelen konden ze communiceren met de dolfijnen. Oh. En dat was dus de bedoeling. Die dolfijnen konden ze dan zeggen van daar ligt een schip, holenschip, zwem daar naartoe. En dan werd er een bom aan die dolfijn gaan. Dat was heel begin, misschien al 40, 50 jaar terug. Oh. Dus dat heeft mij getriggerd. En dat bleek toen, de spoelvorm was eigenlijk ook dit weer. Dus die dingetjes, we hebben dus lichtsnelheid, maar er is ook iets wat sneller dan licht is. Die dingetjes kun je vangen. Mm-hmm. Ja, die dingetjes, neutrino's, de laatste tijd noemen we ze maar neutrino's, want je moet zo'n naam geven. Die neutrino's die vliegen overal doorheen, ook dwars door de aarde, dwars door ons. Mm-hmm. Maar op het moment dat ze dus iets tegenkomen van materie, dan zeggen ze, oh dat is makkelijk, dan gaan ze dan is de korte weg. Dus die neutrino's die er aankomen, die spoel die hier nu staan, die gaan dus hier gestructureerd, gaan ze zo en zo. Ja, dus ze gaan linksom. Ze gaan omheen. En ze gaan rechtsom. Ja, dus die kant op. Oh, boom. Hier is een bocht. Ja. Gaan ze weer terug. Oké. Ja, hier, up. Nou, dat gebeurt hier dus, dat hele stukje, heb je hier dus een weerwaar van allemaal van die neutrino's die elkaar kruisen. Mm-hmm. Ja? Nou, op het moment, dus net als met een auto, als je twee auto's hebt die zo boem tegen elkaar komen, dan is het nul. Dan heb je dat nulpunt weer. Mm. Nul. Nul. Zonder tijd. Ja? Maar die energie, of in materie heet het kinetische energie, maar op het andere niveau noemen we het anders, scalarwaves en zo, dat soort termen krijgen. Die energie gaat dus loodrecht die kant op en loodrecht naar binnen. Mm-hmm. Ja? Nou, die kant op zijn een heleboel gevoelige mensen die voelen dat. Die zeggen, ik voel dat hier helemaal. Ja? Ja? En hier binnenin, ja, daar is het ook. Okay. Dus hier heb je een mooi nulpunt. Nou, en wat kan ik hiermee dan? Nou, hiermee kun je dus zeggen, oké, Frank, dus jij zegt dus, hiermee pak ik dus een in ruimte en tijd een plek waar dus nul is. Nul. Dus hier binnenin is gewoon nul? Is gewoon nul. Ja, heel simpel. Nul. En hoe kan je dat meten? Kunnen we dat meten? Kunnen dat is het grote probleem. De wetenschap kan dat niet meten. Dus zegt hij, het bestaat niet. Oké. Ja? Maar mensen die kunnen pendelen, die kunnen het wel. Hè? Die voelen dat wel jammer. Ja? Ja. Ja. Nou, dus op het moment dat je dus zo'n spoel in je huis hebt staan. Mm-hmm. Ik denk dat het ook je intentie is en wat je wil. Mm-hmm. Dan zul je merken dat het zeg maar stiller wordt. Er gebeuren niet meer zo rare dingen. Dus al die negatieve invloeden, gedachten, die hebben dan geen vat meer. Okay. Nou, dat is eigenlijk wat er gebeurt. En als je in je nulpunt zit, kun je ook zeggen, oké, dan ben ik dus weer de Lemniscate. Plussen, minnen, yin, yang, enzovoort. Mm-hmm. Donker, licht, dan ben ik hier op aarde al klaar. Mm-hmm. En ik heb zelf het gevoel dat ik momenteel zo'n beetje op dat punt zit. Ik zeg, ik weet nu wie ik ben.
Okay. Ja, ik ben dus... Maar zo'n spoel, sorry. Die kun je zelf maken. Die kun je dus zelf maken, ja. Maar dat is dus goed om negatieve invloeden van buitenaf tegen te houden. Ja, je komt ze al veel tegen en nulpunt. En, ja, het woord nul is... Dus links en rechts zijn in balans. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, oké. Okay. Punt. Ja. En dat is het. Spannend. En als iets in balans is, ook het lichaam... Dat is harmonie. Dat is harmonie, ja. Ja. En voor hoeveel vierkante meter is zo'n spoel? Want niet dat mijn hele huis aan vol met spoelen staat. We willen natuurlijk alles buiten houden. Je kunt er niet toe, kijk, ik heb hier een kleintje. Ja, dit is gewoon hetzelfde idee. Is. Kijk, op het moment dat jouw hoge zelf het weet, dan is het alleen maar even, weet je wel, weet je. Dus dit is eigenlijk een reminder van, kijk, dit, ik heb zin. Ja, dat is dezelfde knoop. Hè? Dat, het is steeds link en terug, heen en terug, en heen en terug. Dus die dingetjes, die gaan heen en terug. Op het moment dat ze botsen, boem, gaan ze die kant op en die kant op. En meer is het niet. Het is te eenvoudig geworden. Ja, dat maar is zeker omdat eenvoudig. Het zo eenvoudig is, wordt er een heel verhaal mee gehaald. En ja, nou ja, dat is ook mijn ding dus geweest. Dan ga je dure cursussen doen en toestanden. En om uiteindelijk te komen tot ontdekking dat... Dit is Maar ja, goed, je moet ook wat verdienen, dus... Ja, maar zo, het gaat hier dus alleen maar om de knopen eromheen, of gaat het ook om de karton? Nee. Nou, de materie is ook heel belangrijk gebleken. Zijde is het beste materiaal ervoor. Oké. Okay. Vandaar dat ook zijde. Bij kleding heel veel voorkomt. De zijde als materiaal heeft de beste eigenschap om die andere energie zeg maar te glijden. En meer is het niet. Nou, en dan moet je er nog tegen praten. En dan zeg je, oké, dat is... wees stil. Maar als je die draadjes om je heen wikkelt, dat zou dan geen invloed hebben? Dan heb je niet de hele dag met zo'n ding ergens te staan, bijvoorbeeld? Nee, deze staat bij mij in de gangkast. Hè? Ik heb er maar eentje. Die heb ik niet nodig. Ja? Maar het is niet als je zoiets om je heen doet, dat dan ook werkt? Ja, natuurlijk wel. Ik ben een uitvinder. Ja. Hè? Dus ik maak één zo'n ding en dat is het. Ja. Ik geloof trouwens dat ik deze niet eens zelf gemaakt heb. Hè, die kreeg ik van een vriend van me, die daar ook mee bezig is. Ja. Ja? Wat je hier dus doet, je trekt dus, je maakt de omgeving, je gaat naar nul, in balans. Hè, dus als hier iets slechts is, zeg maar, dan ik geloof deze een meter of 15 of werkt die wel. Hè, dat straalt hij uit, zeg maar, dan kon je maar stralen. Mm-hmm. Nou, en dan... Die negatieve dingetjes die draaien, die worden dan gewoon in balans gebracht. Ja, het is, ik snap hem. Het is zo simpel dat ik het moeilijk kan uitdrukken. Nee, ik snap hem helemaal. Het werkt gewoon. We moeten het gewoon allemaal proberen, jongens. Wat maakt het uit? Probeer het. Maar omdat het zo eenvoudig is, geloven ze het niet. Ja, en dan blokkeer je ze. Dit noemen we de nulpuntspoel. De nulpuntspoel is dus een wikkeling die dus ervoor zorgt dat de dingetjes die overal heen en weer vliegen, die worden eventjes keurig geordend. En dan is hier rust. Dus dit is zeg maar rust. En werkt dat ook voor mensen die dus stralingspijnen hebben en zo? Het werkt, ja, ik denk overal mee voor, ja. Oké. Okay. Ja. Dus maar mensen met stralingsklachten een spoel maken en gewoon zelf maken. Dus het is gewoon heel simpel om te maken. Het is, je moet gewoon die materie gaan lezen en begrijpen wat het is. Mm-hmm. En dan merk je dus dat je zelf ook hoger in trilling gaat worden. He, dus wat ik dus nu ervaar is... Ik heb helemaal geen last van straling en dat soort toestanden. Nou, dat is dan weer je volgende zoektocht. En wat blijkt nu? Dus in die andere dimensies heb je ook allerlei lagen, frequentielagen. Dus op het moment dat jij hiermee bezig gaat, gaat je eigen frequentie wat omhoog. Mm-hmm. En dan zie je er last van. Dus, en dat was voor mij ook natuurlijk wel merkbaar. Maar waarom heb ik er dan geen last van? Ja. Ik ben er al zo lang mee bezig. Dat mijn... Door die spoel natuurlijk. Ja, er zijn een heleboel bekende mensen die hier met deze materie bezig zijn. Mm-hmm. En je hebt ook een hele grote groep mensen die daar nu blij mee zijn. Mm-hmm. Okay. Ja, het is je bent hier op aarde om te leren wie je bent. Ik ben goddelijk. Ja? En zo, op het moment dat ik het door heb, ga ik weer verder. En vooral omdat ik merk dat we toch met een soort tijdlijn werken en de negatieve krachten hebben nu behoorlijk de overhand gekregen. En het is mijn ding ook, en dan komt het op het goddelijke, om hier een bijdrage aan te leveren dat de mensen dus gaan leren hoe je jezelf weer in je nulpunt kan zetten. Zo noem ik dat dan. Ja. En dan kan ik lezen, maar je hoeft me niet te geloven, hè? Ik ben 83.
ik heb eigenlijk geen problemen. Nou, dat zou je fysiek ding is niet. Dus, maar als we dit dus willen maken, kunnen we dat vinden bij jou op de website? Ja. En ik heb gemerkt, het zelf maken is veel beter dan het te laten maken. Ja. He, want het is alleen niet alleen maken, maar je gaat dan in verbinding met wat ik God noemen. Ja. Zoiets. Ja. He? Ja, energie. Daarom het is ook heel, ja, hoe zit het nou precies? Maar je hebt nog meer uitvindingen. Herontdekkingen. De Tesla Bowl. Tesla was dus een man. Dan gaan we over tijdlijnen praten. Mm-hmm, okay. Nou, Tesla kwam op mijn pad. Omdat Frank die wilde vrije energie. Ja? Nou, Tesla heeft allerlei dingen gemaakt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En nu op een gegeven moment. Want je leert ervan. Hè, je gaat allerlei dingen maken. Hè, dus ik ben al 20 jaar bezig met vrije schone energie. Mm-hmm. Het lukt nog steeds niet, maar ik heb heel sterk het gevoel nu dat ik ook zeg maar een soort hulp krijg van God, ik weet het niet, maar hulp krijg om dus nu die transitie te maken, hè? Want dit gaat niet goed op de aarde nu. Hè? Dus we zijn al heel ver, we zitten al bijna, is het niet meer terug te draaien, maar nu staan er allerlei mensen op die zeggen, ja, dit wordt te gek, we gaan de mensen dus nu hulpmiddelen geven. Ja, of laten maken, want als je het zelf maakt, hè, dat heeft ermee te maken. Waardoor je jezelf dus weer kunt losmaken van die enorme negatieve energie die wij op ons krijgen. Mm. Ja? En dat begint dus eigenlijk ook bij het Tesla. Hè? Dus Tesla die had het allemaal al ontdekt, maar Tesla die ging te ver. Die was al zo ver gegaan met zijn spoelvormen, dat je hoefde niet meer je stekker in stopcontact te stoppen. Ja, inderdaad. Dus heb je natuurlijk een hele toren. En dat vond die andere groep, hè, de elektriciteitsmaatschappijen, vonden dat niet leuk. Nee. Dus die hebben van dat moment hebben ze alles gedaan om deze ontwikkeling tegen te houden. Mm. Ja, en ze hebben dus ook nu technieken om bijvoorbeeld, waar we nu in zitten, met die corona heet het, hè? Om dus ons zo gek te maken dat wij gewoon, er valt niet meer met mensen te praten erover. Mm. Hè? Dit, Frank opzouten, Frank geloof je het zelf, enzovoort. Dus we zitten nu toch op deze aarde, hè, waar we ons spel spelen, op een heikel punt. Dus als we nog een stukje verder doorgaan, dan denk ik, dan is het gebeurd. Mm. Nou. Er is, dus wat mijn ding is nu, vooral om de mensen zeg maar, te laten inzien dat je jezelf kunt beschermen tegen de negatieve invloeden, negatieve programmeringen. En waardoor je dus weer in je nulpunt komt. Waardoor je, en op het moment dat je dat lukt, hè, door middel van deze zijn hulpmiddelen, heel duidelijk hulpmiddelen, dan ga je ook merken, je wordt niet meer ziek. Je trekt niet meer de slechte mensen aan. Het wordt mooier. Want die negatieve gedachten van die andere groep. Die hebben dan geen kans meer. Hè? Ja. En dat is dan de nulpuntgroep. Dat zijn dus allemaal mensen die doorhebben. Dat op het moment dat je met lichtenergie gaat werken. Dat negatieve verdwijnt. Geen vat meer hebt. Ja. Maar in deze is het allemaal nul. Ja. Daar begint het spel. Ja? Nul. En dan gaan we. Sst, en maar. Sst. Dus we zijn nu constant, ik ook, constant, hup, hup. En iedere keer schiet ik door het nulpunt. Wat denk ik weer vergeten, gebeurt er wat. En huppatee, dan komt er weer shit op pad. Maar ik weet dus nu, op het moment dat je dat gaat begrijpen, je shit gaat oplossen, hè, dat is ook een van die technieken, dan zul je merken dat het, ja, je trekt het niet meer aan. Nee, het komt niet meer naar je toe. Nee, je bent er ook niet meer op dat niveau, ben je niet meer bezig. Ja. Precies, en... Maar ben je er al achter hoe je dus net als Tesla geen stopcontact meer nodig hebt? Nee. Ik weet het wel, maar het lukt me nog niet. Nee. Nou, dat is ook mijn zoektocht. Ja, het is heel ingewikkeld. Nou, dan kom je eigenlijk bij God terecht weer. Er zijn wel mensen die hun eigen batterijen kunnen opladen, zeg maar. Energie die zichzelf laat opladen. Je ziet ze niet, je hoort ze niet. Ik zou het ook graag willen aanbieden, maar ik weet gewoon op het moment dat je dat naar buiten brengt, dan word je binnen de kortst mogelijke tijd afgeremd door de powers that be. Ja. Dus dat is voor mij ook wel een punt dat ik het altijd rustig aangedaan heb, omdat ik ervaren heb op het moment dat je te hard gaat, dan word je
Hoe zouden we dat dan naar buiten kunnen brengen? Ik denk gewoon malen nou ja, aan de boel? Of hoe zit het? Want, wat jij dus doet. Ja. Wat ik dus doe. Hoe wordt dit dan gemaakt? Weet je hoe dit gemaakt wordt? Dat is gewoon een glazen bol met gas erin en hoogspanning. Punt, dat is het. Oh. Ja, dat is de Tesla bol. Maar heeft het effect of zo? Waarom je hand erop legt? Ja, kijk maar. Ja, wat heeft dat te betekenen dan? Oh, weet je dat niet? Nee. Weet je dat niet? Nee. Wat heeft het... Dus de kennis is er. Tesla wist het, want daar is het, vind ze voor mij een beetje begonnen, hè, 100 jaar terug. Dus Tesla had dus door hoe het werkte. Hiermee ga je een hoge spanning opwekken. Kun je hoge spanning opwekken. Mm-hmm. En als je een hoge spanning kunt opwekken, hebben die lage trilling. Dan ga je kijken, die hebben daar geen effect. Nee. Dus op het moment dat je hoge trilling hebt, kun je daarmee gaan werken. Okay. Ja, dus de Tesla-bord is dus ontwikkeld. Nou, hier kun je dat mee aangeven. Dus ja, hier kun je ook allerlei dingen mee gaan doen. Het is eigenlijk bewust worden, zou ik zeggen. En waarom heb ik die bol mee? Ja, de mensen willen altijd wat zien. Maar waarom heeft het bijvoorbeeld één streepje of twee streepjes als je handen erop legt? Heeft dat een bepaalde betekenis of niet? Komt dat door magnetisme van je huis? Door mij. Dus dit gaat hier doorheen. Dan schrijf ik naar aarde. Dus hier worden, hoe zou ik het noemen, fotonen, mm-hmm, worden opgewekt. Die worden hier afgestoten. Mm-hmm. En die zoeken dan zo snel mogelijk een punt om weer terug te komen bij moeder, zeg maar. Ja. Dus je stuurt, positieve deeltjes weg. Mm-hmm. En die willen we meteen weer terug. Het gaat om de balans. Hè? Dus hier wordt steeds balansers. Maar je hebt nog meer. Laat zien. Wat heb je nog meer? Wat heb ik nog meer? Op mijn zoektocht kwam ik dus ook de tornado tube tegen. En tot mijn stomme verbazing had meneer Emoto, die kennen de meesten wel, die had ook zo'n ding gemaakt. Nou, eigenlijk is dit zo'n belangrijk iets dat eigenlijk is dat de mensen dat niet begrijpen. Emoto, dat is dus een goede, die kende men. Die werkte met water en water informeren. Die merkte dus dat water kan linksom en rechtsom. Als je dus, die heeft toen deze tornado tube bedacht. Mm-hmm. Er staat op Deva Jal. Nou, ik heb er één op YouTube. Oké. Okay. Ik moet even wat rustiger worden. Mm-hmm. Ja. Je kunt dus water linksom en rechtsom laten draaien. Kijk maar naar het putje. Mm-hmm. En nu blijkt dus, als water links of rechtsom draait, dan heeft het een bepaalde lading. Ja, plus, min. Maar het heeft dus linksom draaiend water. Het putje is anders dan rechtsomdraaiend water. Okay, ja? Okay. Nou, dan heb je het weer die balans. Ja? Altijd weer die balans. Als de balans is, dan zit je in nulpunt. En als je in nulpunt zit, dan zou je haast kunnen zeggen, ben ik hier klaar op aarde, want dan ben ik weer terug bij de bron. Mm-hmm. Nou, dit is, vind ik zelf ontzettend, het mooiste voorbeeld om dat aan te tonen. Daarom neem ik het natuurlijk altijd mee. Nou, dit is, zo ziet het eruit. Het is een simpel plastic dingetje. Ja, hop. Je vult de fles met 3/4 water. Mm-hmm. Dan heb ik mijn eigen originele meegenomen, omdat blijkt dat blauwe fles het beste werkt. De meisjes in Japan, daar hebben ook allemaal hun water bijna in blauwe flesjes. Oké. Okay. Ja, heeft iets ook met de kostwassen. Je draait dat ding er zo op, aan je kant. Dan zet de andere fles er bovenop, ja. Oké. Okay. Draai hem om. Je schudt de fles. Dan zie je hier de vortex staat. Ja? Je gaat naar beneden. Oh, jullie kunnen het niet heel goed zien volgens mij. Nee. Maar je ziet in ieder geval die draaipollen. De vortex die gaat dus zo naar beneden. Dus ik schud. En dan gaat hij. En dan gaat hij draaien. Ja? Dan zit er links. Oh ja. En die kant. Ja. Ja? Water wat links of rechts omdraait, heeft een bepaalde vitaliteit, zeg maar. Dus hier kun je gebruik van maken in de tuinbouw. Ja? Dus daarom laat ik dit ook zien, omdat ik het heel belangrijk vind. Dus als jij met planten gaat werken en je gaat met links of rechts draaiend water werken, dan zul je verschil zien in groeien. Ja? Okay. Links en rechts heeft ook te maken uit het midden van de balans. Mm-hmm. Dus op het moment dat jij dus iets hebt wat links is, dan is het
energie, levensstrekkend. Dus minder. Hè? En heb je de andere kant, is het meer positief. Hè? Dus hiermee kunnen wij dus de kwaliteit van bepalen. Meer of minder. Ten nadele toe. Dat doe ik nog een keer. Ach, zo. Zo, hè? Dan zie je dat hij soms linksom en soms gaat hij rechtsom. Oké, en dat ligt niet aan het schudden? Nee, dat ligt... aan jou. Dus mijn hoge zelf zegt, oh, nu wil ik links of rechtsom. Nou, en dan kom je dus bij pendelen terecht. Ja. Waarom gaat die pendel linksom of rechtsom? Mm-hmm. Die gaat links of rechtsom omdat jouw hoge zelf vindt dat die linksom moet. Mm-hmm. Ja, je wil steeds in balans zijn. Mm-hmm. Nou, dat zie je dus hier in het water ook terug. Ja, dus dat is de tweede stap. Ja, dat heeft al even geduurd voordat ik erachter was. Op het moment dus dat hier door dat nul, want hier draait het water namelijk om, van richting, neemt hij ook, kijkt hij ook even, wat staat hierop eigenlijk? Wat wil je nou eigenlijk? Nou, het staat hierop, hier staat op. Liefde, nou ja, goed, liefde in verschillende talen. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Nou, op het moment dat je dus doet, zet je dus de informatie, dan kom je bij het woord informeren. Mm-hmm. Dus wij informeren de materie. Oké. Ja? Ja. Want water is het meest beïnvloedbare element, dus dat kun je informeren. Dan ga je dan allerlei proeven weer doen en dan wordt het bevestigd. Je zet het gewoon op een briefje, je plakt het hierop, je doet. En dat water ga je drinken. Ja. Meer hoef je niet te doen. Okay. Dan weet jouw systeem beter. Oh, oké. Okay. Dat dus... kun je zelf proberen. Dat kun je met je honden, je katten doen. En dan zul je zeggen, hè? Dan zul je ook zien dat, mits je natuurlijk jezelf goed in je nulpunt zet, dat, dat ook honden en katten en vogeltjes, die hebben voorkeur voor iets. Ik heb heel veel van die proeven gedaan. Dus ja, nu zeg ik, het is gewoon zo. Dus deze twee flessen... je moet gewoon wel blauwe flessen hebben? Nee hoor, hoeft helemaal niet blauw. Oké, maak jij wat voor kleur? Maar dit is, vind ik, een heel belangrijk item om dus te begrijpen. Waar gaat het nou eigenlijk? Het nulpunt. Hè? Dus, maar moet je een vraag stellen als je dat water schudt en dat gaat naar beneden? Of wat heeft het voor effect? Nee hoor. Waarom is het zo belangrijk? Omdat je het overlaat aan godzakken. Zeg, ja, dat bedenk ik nou eigenlijk. Mm-hmm. Is het zo? Ja, zo. Je wordt geïnspireerd. Wij zitten te veel in ons hoofd. Dat is het grote probleem met alles wat we doen. Mm-hmm. We denken, dat moet iedere keer weer je eigen. Mm-hmm. Nee, laat het nou over aan onze lieve Heer. Ja. Maar dat water op die manier drinken, dat water is daar geënergetiseerd. Noemen wij dat. Ja, en als je kunt peddelen en je gaat dit doen, dan zul je ook zien dat het zo is. Ja. Dus. Dit kun je leren, dit kun je toegepassen en het is zo simpel. Oh ja, en het aantal keren, dat is ook heel, heel, heel interessant. Je zult merken, als je hier gaat zitten, dan moet je 10 keer doen. En als je daar gaat zitten, hoeft het maar 3 keer. En dan kom je dus op, hoe is de energie hier? Oké. Dus dat merk je wel. Dus goed voelen, naar je gevoel luisteren, wat tegen... Ja. Dus dit is eigenlijk heel simpel, heel eenvoudig en heel goed. Nou, dan hebben we... De nulpunstvol, daar heb ik dus zeg maar al 10, 15 jaar geleden mee begonnen. Dat was in de tijd dus ook van het project Magnet. Het blijkt dus zo te zijn dat die dingetjes, die neutrino's, die volgen dus een gepaald, waar zit die nou? Ja, op gepaalde baden. Hè? Dus die willen het liefste, nou, want ik denk dat deze had 10, 15 jaar oud is. Voorbeeld. Ja. Zo. Ja. Een van je eerste projecten? Ja. Hetzelfde verhaal weer. Ik ben hiermee begonnen met om apparaten op aan te sluiten. Mm-hmm. Ja? Dus deze gaat in de 220. Ja. De 220 gaat hier doorheen. En hier zette ik dan zeg maar mijn computer op. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen toen. Oké. Ja, dus je hebt nog een aardleiding, maar goed. Hè, dus de 220 wordt door deze spoelvorm gejaagd en komt er hier weer uit. Maar wat gebeurt er dan? Op deze plekken, hier, kruisen ze. Ja. Aan die kant. En om in balans te blijven, ook aan die kant. Ja? Mm-hmm. Dus dit is eigenlijk de nulpuntspoel. Je ziet het daar ook weer terug. Ja. En die is veel later. Maar dit was een van de eerste, zeg maar. Op het moment, als je dus een geluidsinstallatie met zo'n spoel zette, dan klonk de muziek die kon zuiverder. Oh. Ja? Wat gebeurde dus? Op de kruispunten
botsen die dingetjes weer. Mm-hmm. Die geven hun energie kwijt. En die zorgen ervoor dat de omgeving dat opvangt. Hè? Maar het eindeffect is, als je hier dus een versterker op zet, klonk het beter. Wat gaaf zeg. Dat was dus, dus nogmaals, ik heb dus steeds nieuwe dingen gemaakt. Ja. En anderen gingen dat toepassen. Ja. En dit kun je dus ook bij jou op de website vinden hoe je dit moet maken? Ja, dat staat allemaal op de website. Dus dit is zeg maar de nulpuntspoel. Mm-hmm. En ook je eigen intentie. Maar je moet gaan begrijpen dat op het moment dat die dingetjes een makkelijke weg vinden, gaan ze die volgen. De kosmische energie. Mm-hmm. Ja? Ja, en die gaat sneller dan licht. Ja, ja, ja. En die atomen. Dat heeft ook nog te maken met de gedachte. Dus ja. Het gaat sneller. Ja. Ja? Maar omdat ze wetenschap het niet kan meten. Of ze meten het wel, ze willen het niet meten. Als wij dus met wetenschappers praten, die willen altijd bewijs hebben. Ja. Nou, dat is vooral waar ik veel last van had. Nou, hier kruisen ze. Dan heb ik ook nog gedaan 9 stuks. Dat was voor mij dan voor spirituele doeleinden. Mm-hmm. Maar ik denk omdat ik dat wil, maar ik kan het niet bewijzen. Mm-hmm. En 8 keer had ik als het niet met computers had. Mm-hmm. Het eindeffect was wel dat men merkte het. En dan kom je bij bekende het. Mm-hmm. Nou. Tijdje later op de tijdlijn kwam ik erachter dat het met balans had te maken. Mm-hmm. Ja. Dus in het midden. Dat zit is dus nulpunt. Hier, dit is dus zeg maar een ruimte waar dan zeg maar volledig nulpunt is. Dus die dingetjes. Dus net als dit, zeg maar. Dus die dingetjes die naar binnen toe vliegen hier, mm-hmm. die zijn hier heviger aanwezig. Ja? Nou. Dan kom je punt, ik ben ziek, ik voel niet lekker, dus je trilling is niet helemaal goed. Mm-hmm. Dan is het heel simpel, je neemt dan gewoon een buisje, daar doe je wat piespoep of urine of een haar in. Mm-hmm. Dat ben jij dus, dat noemen we de getuige. Mm-hmm. De getuige zet je dan hierin, mm-hmm. midden, en je doet verder niks, rustig. En dan zul je zien dat de onhebbelijkheid die je hebt, die gaat ook weg. Je kunt het, je moet het zelf maken, je moet erin geloven. Nou, dat is ook heel belangrijk, geloven. En het is ook een leuk project, doe het met je kinderen of zo. Ga dus die dingen uitvinden, hartstikke leuk. En even deze heet dus niet 1 wikkeling zo. Meestal, ik doe zelf 1 en weer terug. En deze heeft Luc geloof ik nog voor me gemaakt en die deed het 3 keer. Maar het systeem is hetzelfde. Die dingetjes, die zien die spoel hier. Ze gaan erin, die kant om. Hop, en dan komt hij hier. Oh, daar was wel iemand. Dus hier heb je een kruispunt. Boom, boom. Maar en die energie, die is hier. En daar kun je mee gaan werken. Dat, je voelt gewoon goed erbij. Ja, ik zie dit nog even liggen. Ja, dat is dat? Heel makkelijk. Als we praten dan over, er is dus een andere energie die dus positief op de mens kan werken. Mm-hmm. Dat heeft allemaal niet. Ja. Dit is van Reich, denk ik. Kijk, is dat Reich? Of die andere. Kijk, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die er allemaal mee bezig zijn. Nou, het komt er heel veel neer. Mm-hmm. Die dingetjes die ik hiermee vang. Het is steeds die hiermee vang. Het is steeds hetzelfde verhaal. Hè. Het zijn dingetjes. Tachyon. Ik noem het maar tachyon. Oké. Die hebben een bepaalde snelheid. Mm-hmm. Maar ze hebben ook een eigenschap dat ze gaan veel makkelijker de wol. Dat is dus een materie. Het is een veel makkelijker rol dan door ijzer. Ja? Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, dus wacht even hoor. Er zit ijzer in. Dat is, dat koop je gewoon bij Hornbach. Pak je zo'n pak van staal. Gewoon schuurpapier of zo. Ja, staal. Ja, gemaakt van staal. Oké. Okay. Nou, wat is het effect? Die dingetjes, die zo heel hard gaan. Die gaan hier ook dwars erin. Maar als ze een stukje ijzer tegenkomen, hier, hier, dan worden ze afgeremd. Dus wat gebeurt hier? Auw! Dan gaan ze weer verder. Auw! Dus hier krijg je dus. Tegenhouden. 7 keer houden we aan. Dus het wordt steeds tegengehouden. Mm-hmm. Ja, en waar blijft die energie dan? Nou, die zit hier in het midden dan, of hier. Hè? Dus ik heb ze rond gemaakt zo. Mm-hmm. En ik zette deze dingen gewoon zo om een fles heen. Ja? Gaat het om een fles? Gaat het te snel? Dus hup, om de fles heen. Mm-hmm. Ja? Staat om de fles in het midden, het centrum. Een fles van water of zo? Waterfles? Waterfles, achter mijn kamer heeft. Een fles. Gaat hier doorheen, wordt afgeremd. Mm-hmm. Dus je hebt hier een densiteit, een heleboel van die
enthousiaste mannetjes die willen wat doen. Ja, oeh. Nou, en dat kun je op een briefje zetten. Je kunt het zo beetpakken. Dan ben jij degene die zegt wat je daarmee moet doen. Het werkt. Het is waanzinnig. Okay. Dus als je Serre Arm hebt, hè, deze heb ik toegemaakt van vrouw, die hebben Serre Arm, dan kom je hier eromheen. Als je gaat slapen en de volgende dag is te pijnig. Oké, dus dit is gewoon eigenlijk een geneesmiddel. Een hulpmiddel dat geneest. Je zorgt dus dat de pijn op de plek krijgt die informatie. Ja? Oké, dus eerst met een fles. Of dat is niet nodig? Als jij pijn hebt, dan Nee, als je dan pijn doe je hebt, dit... je kunt er ook op. Och, als je hebt die rugpijn, dan doe je het zo. Ja? Oké. Je vangt gewoon die dingetjes en die doen dat voor je. Die kosmische deeltjes. Maar die worden toch geremd? Ja, maar daardoor, ze gaan niet door namelijk. Ze willen hun energie kwijt. Oké, dus ze willen juist geven? Ja, ze willen. Maar als ze doorschieten, geven ze niet. Jij wil, jouw pijnplek wil je energetisch, wil je helen, zeg maar. Ja, dus maar doordat ze geremd worden, heelt het beter? Ja, dus je krijgt, je geeft je spieren, je cellen, geeft je allemaal positieve energie. Oké, nou super zeg. Dus dat kun je gewoon maken, dat is gewoon een stuk wol, met staalwol. Ja. Dus allebei een soort wol. Ja, interessant. En wat is dat voor ding? Goed, nou dat... Nou, dit is dan een echte Tesla spoel, maar dan gekocht. Okay. Ja, ik heb ze ook al gemaakt, maar op een gegeven moment dan weet je het wel. Nou. Ik zal dit eruit halen, dat is bescherming. Nou, dit is dan waar we nu ook heel erg mee bezig zijn. 24 volt solid state Tesla coil. Zie je wel, dus met de voortgang van de techniek, je zit al solid state. Ja? 1, 2, ik zal nog even zeker erin doen. Is dat ook met die draadjes die jij maakt, maar dan allemaal kleine draadjes? Nee, dit is een spoel met een hele lange draad. Ja? Oké. Heel lange draad. Oké. Dit zijn twee spoelen. We gaan niet de lucht in of zo, hè? Het zijn dus weer twee spoelen die met elkaar samenwerken. Okay. Ja? De ene drukt. Wat doen we hier? Oh, sorry. Dit is allemaal wat moderner. Hier zit wat elektronica in. Het hoeft niet. Hè, want de eerste die hadden dat allemaal niet. Mm-hmm. Maar die gaven te veel storing. En wil je dat ding uitzetten. De geluidsinstallatie. Nou, hiermee wek je dus een hele hoge spanning. Je stopt er in ieder geval 24 volt in. En dan komt hier 200.000 volt uit. Ja? Zo. Kinderen vinden het ook prachtig. Oh, wacht, ik moet een lampje pakken. Maar dan mag je niet aankomen, neem ik aan. Ja, mag je aankomen. Daarvoor is het leuk, hè? Dus hier zijn 2.000 volt, ja? Zo. Dit zit er nog op, omdat, ja, vanwege proeven. Maar goed. Dus ik ga hiermee, ja? Oeh! Kijk. Oeh, jullie zien hier dan mee te flikkeren. Kijk, dat flikkert het. Ja. Oh, hij doet het! Je krijgt gewoon een lampje. Dus dit is waar Tesla over sprak, vrije energie, ja? Oh, ja. En of je nou 1 of 10, deze is dus zeg maar heel zachtjes. Dus ik maak alles zo dat je er geen doodklappen bij. Ja, maar dan hebben we wel disco. Nou. Oh, dan kan je gewoon aankomen. Ja, hier kan ik gewoon bezig. Ja, dus. Oh. Dit is dus druk. Dus 300.000 volt. Druk. Maar geen vermogen, zeg maar. Hè. Dus je kunt een beetje pakken. Maar je kunt ook. Je moet een beetje zien. Hè. Dus, het lijkt op dat ding, hè? Ik heb in China op het toneel gestaan. En daar hadden we zo'n ding achter het toneel. Heel grote dan, hè? Achter de coulissen staan. Er vroeg dus ook een iemand die dat wilde doen. Ja? En ik zei, nou, ik kende dat. Dus ja hoor, dus Frank van de huis van komt er toch voor. En wij hebben daar op het toneel gestaan. We hielden een paar honden zo aan elkaar vast. En die lampen ging branden. CL van. Je kunt het zo mooi maken als je wil. Er is zoveel, maar dit is eigenlijk waar we naartoe gaan. Vrije energie. Dus we kunnen uit de kosmos... kunnen we die energie gewoon halen, ja? Maar eigenlijk, als we dit in het groot maken, dan hebben we het toch, of niet? Ja, maar we hebben het ook wel, maar het mag niet. Dus je moet het zelf maken op het moment dat ja. Dus dit ding moet je eigenlijk in het groot maken? Ja, die zijn ook in Rusland, hebben ze heel grote. Als je internet op kijkt, kom je ze wel tegen, hè? Maar men wil niet dat wij doorkrijgen dat we die mensen allemaal niet nodig hebben. Ja, ik snap het. Gaat naar elektronica, dus hier wordt gewoon een pulsje op zo.
werkt weer op de precies dezelfde manier eigenlijk een beetje. Het is allemaal hetzelfde. Dus als je hier 1 volt inzet, komt er, als je 100.000 eraan zet, 100.000 uit. Ja, volt. Ja. Nou. Maar kan je je telefoon er ook mee opladen? Als je de juiste dimensies, juist aan, ja. Ja. Ja, maar dat hebben ze nu al een beetje gedaan. Want je kunt nu de kastjes kopen, de telefoon erop en dan. Maar ze houden dus toch dit een beetje tegen. Want ik denk dat ze niet blij zijn met dat wij weten dat het allemaal niet zo hoeft. Want dan zijn ze hun inkomsten kwijt. Ja. Het gaat steeds om geld. Ik wil niks meer over die mensen horen. Ik ga gewoon door met jouw dingen. Ik wil gewoon alles van jou horen. Zelf doen is het beste wat je doet. En dan. Dan kun je dat ook eventueel zelf gaan doen. Maar je kunt er geen bedrijf van mee maken. Je kunt er niet. Ja, we zijn hier om te leren wie we zijn. Het is vrije energie. Ja, dus vrije energie is ook voor iedereen. Ja. Dat is ook niet om het voor jezelf te houden. Want dan zou het geen vrije energie meer heten. Toch? Dan is het opgesloten energie. We zijn hier om te leren wie we zijn. We zijn hier gewoon heel simpel om te leren dat wij Godszond hier hebben zitten. Ja. Ja? Ja. Maar ja, maar eigenlijk zou het eigenlijk niet eens heel groot hoeven, denk ik, om zoveel energie eruit te halen, toch? Of wel? Want ja, Tesla had dan zo'n hele toren waar je een hele stad mee kon bevoorraden. Moet het zo groot zijn dan? Dan wordt hij ook wel groter, ja. Dus hij moet groot zijn om vrije energie te kunnen maken? Of kan het ook uit een klein iets? Ja, je hebt wel. Ja, het kan niet uit een kleintje. Nee. Je moet het wel in verhoudingen zien, dus. Maar je hebt dan niet meer, bijvoorbeeld in dit geval, heb je die kabels niet meer nodig in de straat. Ja, alles is makkelijk van toch? Want ik geloof dat toen de tijd, want er is al wat bekend aan, hebben ze bijvoorbeeld zo'n grote bijeenkomst, zeg maar, en alle mensen komen en kijken, beurzen. Toen hebben ze dat al laten zien en toen lieten ze de lamp ook al branden, maar dat is ook weer weg. Ja. Ja? Ja. En nog een andere vraag, hè? Kan je het ook aan- en uitschakelen dan? Want stel, kijk, dit kan je aan- en uitschakelen, maar stel nou dat die lamp, dat ding, dat staat misschien wel eeuwig aan. Hè? Als je hier zo'n toren hebt, dan zal hier altijd eeuwig het licht branden. Of kan je ook met een knopje je eigen lamp uitzetten? Vind je het erg als je het eeuwige licht hebt? Nou, ik wil s'nachts wel graag in het donker slapen. Dat vind ik wel prettig. Jij bent toch God? Dan zet je hem uit. Oké, dus met je gedachten kan je hem dan uitzetten. In wezen zou dat denk ik wel kunnen. Ja, want we kunnen telekinese of telepathie. Ja. Dat kunnen we, ja. Ja, dat is trouwens ook een heel leuk onderwerp. Die proef heb ik ook gedaan. Ja, G. Bennikoff is ook een hele belangrijk man geweest op mijn pad waar ik mee bezig ben. G. Bennikoff die merkte dat bijtjes eigenlijk konden vliegen, maar wetenschappelijk kan dat niet. Veel te kleine vleugels. Mm-hmm. Ja, dat had ik een keer gelezen. Ja, dat wel. En die ontdekte toen dat die bijtjes door de manier van, en dan komen we weer bij die, door de manier van hoe de gos, dat je dan zwaartekracht kunt opheffen. Mm-hmm. Ja? Dus dat doen die bijtjes, die vliegen zo, en die zorgen ervoor dat om hun heen een ruimte scheppen waar zwaartekracht geen effect heeft. Mm-hmm. Nou, naar zwaartekracht geen effect heeft, dat je. En dat is ook wat de vliegende soorten zijn wezen doen. Maar een bijtje doet het in het klein, die kan ervoor zorgen dat met zijn. En dat heet dan holte-resonantie, dus op een bepaalde vorm, blijkt dus de zwaartekracht die zomaar weg. Nou, en Gebornikov. Was het GBO? Ik denk het wel. Die werkte op een universiteit met bijtjes en zo. En die is toen een keer naar buiten gegaan en die is daar gaan oefenen en kijken. En die had het geluk dat hij dus bij bijenkolonie in de buurt kwam, die met die bijenraten werken. Dus dan kom je bij de vorm. Mm-hmm. Dan kom je bij vormkracht zo, de vijfhoek, die kom je steeds tegen. Nou, als je daar een heleboel van hebt, kun je daar gewoon de zwaartekracht mee opheffen. Daar heeft hij nu een heleboel van die raten. Oh ja, dat waren dan de vleugeltjes. Mm-hmm. Die vleugeltjes hadden een bollenvorm. Het staat allemaal op internet. Ook leuk. En als je dan, hij had dus een heleboel van die vleugeltjes, had hij dan in een schilderzeeër, had hij geplakt. Dus had zo'n vierkant ding, schilderzeeër, allemaal die vleugeltjes aan de onderkant. Nou, kon het afdekken, dan ging hij opstaan, hij haalde dat weg, dan ging hij omhoog. En dat ging soms zo hard, dat kon heel hard. Ja. Dus hij haalde zeg maar de trekkende kracht van boven
Of de duw te zijn. We worden ook aardig geduwd trouwens. Mm-hmm. En niet getrokken. Mm-hmm. Dat is ook iets dat niet... Magnetisch, ja. Wat niet klopt. Dus we worden niet naar de aarde getrokken. Nee, we worden erop geduwd. Dus op het moment dat jij dit doet, zo bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die proeven, die wij met de stoelen proeven. Ja, ja, ja. Zo. Ja, en dan ineens, ja. Dat hebben we dus ook gedaan. En dan is het grappig, hè. Het lukt niet als één van de mensen zegt, maar er niet in gelooft. Nee. Dat was iemand die kon de aura zien. Die zei, ja, maar die kant die... Het is net als Peter Pan. Nou, ja, dus Peter ook, Pan, die film, zit zijn allemaal waarheid zit daarin. Die dingen heb ik dus zeg maar allemaal voorbij zien gaan. Dus ik weet dat het zo is. Het is ook een trilling, hè. In het boek van de meester van het Verre Oosten staat ook. Nou ja, dat boek hebben wij dan. Ja, met het woord aum. Ja. Heeft een trilling waarmee je jezelf dus kan leviteren. Ja. Daarom, ik vind het fantastisch wat er allemaal gebeurt. Op mijn pad is dus ook Flanagan, Patrick Flanagan geworden. Komen en die werken met deze ringen. Mm-hmm. Wat is er aan de hand? Deze wordt trouwens veel gebruikt nog steeds. Deze vorm. Die dingetjes, die hebben toch een voorkeur om een bepaalde richting op te gaan. Ja? Dus als je een gewone ring hebt, dan gaan ze zo of zo. Dan hebben ze niet een ring. Ze gaan chaotisch door een ringen. Mm-hmm. Maar als je dus zo'n ring maakt, gaan ze gericht. Dus hier is dus een wetmatigheid die dus. Zo, dat is de richting. Ja? Mm-hmm. Op het moment dat je dus op een plek, hè, je voelt hier dat het niet lekker is. Mm-hmm. En je legt als een ring neer. Dan gaan die dingetjes, die gaan in één richting op. Oftewel, je kunt dus zeggen, ik heb hier alleen maar positieve energie. En als je zoiets bijvoorbeeld op je benzinetank legt, ik heb er ook eentje op mijn benzinetank, dan zul je zien dat je zuiniger rijdt. Hey, maar hoe past dat ding in mijn benzinetank dan? Ah, je legt hem boven op je benzinetank. Daarboven. Dus je trekt bij je benzinetank, trek je dus die positieve kosmische energie aan. Maar, en die gaat meteen door. Maar leg ik hem dan binnen in de auto, boven op de benzinetank? Ja, ik heb hem gewoon op de bodem liggen. Mat ligt er overheen. Maar het is niet zo dat voor niks rijdt. Dat is niet zo. Nou, maar dat vind ik nou heel allemaal. Nee, maar het zijn allemaal kleine stapjes die je kunt doen. Ja. Oké, dus hiermee rijden we zuiniger. Daarmee kun je zuiniger rijden. Dan gaan we weer. Als je er niet in gelooft, nou, denk het niet. Nou, ik leg al mijn geloof in dat ding. Nee, dat is zo jammer. Het is dus niet echt pauw. Ja. Het is, dan heb je hem weer, weet je wel. Dat is hetzelfde met dit ding. Hè? Ik heb er 30 van verkocht. Mm-hmm. De man, een therapeut uit Limburg, die had 30% besparing. Ik en niks. Oh. Ja. Nou, wat is het weer? Hier heb ik dus weer diverse technieken samengedaan. Dit is mijn brandstofslang. Mm-hmm. Ja. Ik heb hier, dat zijn sisselmagneten. Dat zijn magneten als je die doen raar. Hier heb ik dan mijn aluminium waar ik veel mee werk. Aluminium is een materiaal dat je heel goed kunt informeren. Mm. Dus zeg maar, hier kan ik tegen praten. En dan zeg ik, dat moet zuiniger zijn. Hoort het, hier ook. Zo. Nou, dit is ook een hele goeie. Die kunnen de mensen meteen thuis toepassen. Dus ik heb hier dus de diverse technieken bij elkaar gedaan. En als je die tussen je brandstof doet, dan merk je dat je zuiniger rijdt. En zoals gezegd, die man in Limburg, dat was een hele goeie therapeut, hè, die had vertrouwen. Mm-hmm. Die had vertrouwen. Mm-hmm. Nou, die had 30% zijn. Nou, ik geef eerlijk toe, ik niet. Het is niet keihard, het hangt van de mens zelf af, denk ik. Nou, ik vind het proberen waard. Ja, toch? Nou, dus die heb ik ook toegemaakt en dan ga ik weer wat anders maken. En hoe zou dat dan zuiniger kunnen? De brandstof wordt geënergetiseerd, heet dat. De brandstof krijgt niet even. Die brandstofwaarde en een goede pen, maar ik kan dat ook voelen. Ja, ik snap het. Ja. En hoe maak ik dit dan, zoiets? Je pakt twee draden, je pakt een boormachine, en doe er twee in, eentje haalt eraan. En dan heb je een mooie. En dan ga je ze aan elkaar doen. En dan is het wel weer belangrijk dat de lengte is ook weer bepaald. Maar dat staat allemaal bij Flanagan. Hè? Okay. Wij noemen dat dan de... het heeft allemaal namen. Dus iedere... Kijk, die dingetjes krijgen dan een bepaalde frequentie. Ja. Nou, zo kun je dat het zelf bepalen. Ja? En dat staat ook bij jou op de set? Denk het wel, ja. Ja, denk het. Je weet Patrick... wat er allemaal weer op staat. Nee, maar dat is het probleem. Ik weet het zelfs ook niet meer. Het is hier Patrick Flanagan.
En, ik zal het eronder zetten. Alles staat in de beschrijving. Deze man heeft dus in Amerika dat opgestart en heel veel succes mee gehad. Alle soorten. En als je dat wil leren hier in de buurt, Luc van der Lee, die zal het nog steeds wel de mensen leren. Die maakt ze ook. Wat leuk. En en deze zijn eigenlijk om af te stemmen. Ja? En dit is nog een originele. Dan heb je het weer. Goud is de hoogste trilling. Hmm. Dus als je iets met goud koopt, werkt het ook weer iets beter. Dus goud is sowieso altijd belangrijk om in huis meer te hebben. Ja. Daarom hebben ze natuurlijk altijd bladgoud in al die paleizen. Exact. En dat heeft ook weer te maken. Die dingetjes komen terug. Want dat bladgoud dan. En die zetten er om in. Voor ons nuttige energie, zeg maar. Maar je zou toch denken, die duivels die verhogen een keer met al dat goud, hè? Bij hen werkt het niet. Ze geloven er niet in, dat is het. Ik denk maar niet te veel, want ik heb mijn bovenkamer niet aan. Dat ga je gewoon zelf even proberen. Ja, het is niet goedkoper tegenwoordig. Ja, dat zit erin. Dit maak ik zelf met liefde en intentie. Ja? Hier praat ik tegen. Een hoop liefde. Dat is de bedoeling. Ja, dus dat weet deze koolstof nu. En hij. En deze heb ik van mijn kennissenvriendje, waar ik op opleiding heb gezet. Dat zijn Tony en Jos. Ja, die hebben deze gemaakt. Hè? Mm-hmm. Die worden dus nu verkocht. Maar je krijgt hem. Ja, wat lief. Dat is gewoon, ja. En deze doe ik. Maar wat is het? Dit is een, hoe heet dat ook weer? Harmonic Quantum Resonator. Maar dat is ook weer net Lennart Schaart, hè? Ja, ja, ja. Dus dit heeft een bepaalde uitstraling. Mm-hmm. Ik weet niet of het nou positief of negatief was. En deze, dat heeft met abundance te maken. Dit heeft een bepaalde, in de kosmos een bepaalde energie geeft. Mm-hmm. Mm-hmm. Nou, en de Satan bij zich gaat slapen, of je hem zo doen, of je moet hem zo doen. Dan leg ik hem neer? Je neemt hem gewoon in je tas. In mijn tas. En dan draag ik hem gewoon lekker erin. En dan kijk je hem gewoon of dat hebt. Leuk. En kunnen ze dat bestellen bij jou op je site? Ja, ze kunnen het bij mij ook bestellen. Oké, dus lieve mensen, willen jullie ook zo'n... wacht even, hoe heet het ding? Quantum? Harmonicum? HDQ hebben we. Waar staat het? Waar staat het? HQRK. Nee, Quantum. Ik verkoop ze nu samen. Ja? Ja, dus lieve mensen. Dit werkt dus tegen... van alles en nog wat. De Quantum Harmonicum. Heb je last van stralen? Zeg ik het helemaal verkeerd? Ja. Nee, is goed. Quantum Harmonicum. Nog wat. Harmonic Quantum Resonator. Quantum Resonator. Ja, nu heb ik hem. Lieve mensen. Dit is dus de koolstof. Ja, neutralisator. Ik begin eerst maar even met deze. De Harmonicum Quantum... Een HQR-kaart. Zeg maar gewoon een HQR-kaart. Ja? Dit is een HQR-kaart. En dit harmoniseert. Het is echt... Nou ja, ik ga het proberen. Ik kan nog niet zeggen of het precies perfect is. Maar het lijkt mij een super ding. Want ja, ik heb nou hier en daar al die uitvindingen gezien. En fantastisch. Dus ja, willen jullie ook zo'n ding om te kijken hoe dat werkt tegen stralingen en tegen... van alles en nog wat, toch? In ieder geval dat het harmoniseert. Ja, het harmoniseert. Dit is de neutralisator ketting. Nou, en die krijg je er dan zo als een setje bij. En die kun je dus op de website samen kopen. Voor €100. Lieve mens, waar ben je nou? Waar ben je nou? Sorry hoor. Je bent ineens uit het beeld. Het lijkt u wel André van Duin van vroeger. Ja, ik had het terug verteld. Dus deze set kunnen jullie bij Frank op de website kopen en bestellen. Dus alle informatie staat daarbij. Nou, ik ben hartstikke blij ermee, Frank. Ja. En ik wil heel graag dit allemaal maken, want... Ja, maar je bent natuurlijk ook dan elektricien of zoiets dergelijks, toch? Want je kan ik heb het wel gedaan vroeger, ja. Ja, want je moet wel een beetje verstand hebben. Ik ben dus een computerman geweest. Oh. Ik heb gewerkt met nullen en enen. Oh. En daar gaat het om. Je hebt nullen en enen. Ja. Het is allemaal zo simpel dat ik echt moeite heb dat... Mensen dat niet snappen. Snappen ze dat dan niet. En ik word er zo moe van dat ik... Nou eens op, je gaat nu energie krijgen... Want je gaat allemaal energie krijgen. Komt helemaal goed. Nou, hartstikke bedankt voor dit. En
zonder alcohol, hè, jongen. Ja, dat geluid kan trouwens hieruit, hoor. Ja. In ieder geval, beste Frank, wat ik ook gehoord had, jouw informatie komt ook binnenkort terecht bij wellstandingman.com van Gertrudje, Lydia. Heerlijke meid is dat, ja. Ja, dus daar kunnen jullie ook heel veel van Frank binnenkort gaan vinden. En ik heb alle informatie en gegevens van Frank en van Lydia zal ik in de beschrijving zetten van de video. Dus waar je die informatie allemaal kan vinden. Ja. En in ieder geval, jongens, ik wil je hartelijk bedanken dat je bij mij bent gekomen. En ja, ik zie je in de toekomst heel graag weer terug. Nou, als je weer verder bent met alle andere dingen. Ja. Dus lieve mensen, blijf kijken. En heel veel liefde en geluk. En blijf lachen, hè? Dat zeg ik ook. En een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Ja, oké. Nou, bedankt dat ik hier mag wezen. En ik hoop dat er weer een paar mensen wakker worden. Nou, absoluut. Ik weet het zeker. Ja. Okay. Elke dag komt er weer een wakkere bij. Nou, ben je nog geen abonnee? Druk hier beneden op abonneren. En misschien enkele video meer van zijn. Doei!